Ik ben Madelief, ik ben 29 jaar en in 2012 was ik 18 jaar toen kreeg ik de diagnose melanoom. Augustus 2011, toen ontdekte mijn moeder en ik dat ik wat raars had op mijn linkerkuit. Dat was een gek, raar, donker bolletje. En ik heb het dus bij de huisarts laten verwijderen. En ik stond erop samen met mijn moeder dat het op kweet werd gezet. En toen ben ik uiteindelijk gebeld dat ik melanoomkanker had. Chemotherapie en bestralingtherapie, dat gaat niet helpen. De melanomen gaan daarvan niet dood. Dus als het is uitgezaaid, heb je pech. Ja, de acceptatie van dat je dit had of heb. Ja, eerst heb, daarna had. Dat duurde bij mij enigszins best lang. Want ik kreeg allemaal te maken met lotgenoten. Althans, ik was op zoek naar lotgenoten die dan 18 jaar zijn. En ik kreeg allemaal chemo. En ja, ik dacht, ja, dat kan ik niet. Als het bij mij is uitgezaaid, dan heb ik niks. Sinds 2013 heb ik anoniem een Twitter-account aangemaakt. En ben ik begonnen met een paar dingetjes te delen qua gezondheid en me in te zetten daarvoor. En ja, dat is wel gestaag gaan groeien. Ik ben een groot sportliefhebber. Je mag het eigenlijk zeggen, ik ben een sportgek. Dus ik heb eigenlijk wel echt altijd de drang gehad om in contact te komen met topsporters. Ik ken het verhaal van Maarten van der Weijden destijds wel, maar die had ook een boek, die kende ik niet. En ik heb zijn boek gekregen. En laat ik hem zo zeggen, ik heb nog steeds contact met Maarten van der Weijden. Af en toe zie ik hem ook nog eens. Ik heb zelfs een keer een interview samen met hem gedaan. ja, hij geeft nu inmiddels gastlessen, gastsprekers, hoe hij omgaat met tegenslagen. Hoe ga je om met de drijf om door te gaan of met accepteren, met pech en dan weer doorgaan. En dat wil ik dus ook. Ik wil dus juist eigenlijk de zorg verbeteren. En dan aan de hand ook van mijn verhaal, wat ik heb meegemaakt, wat er kan verbeterd worden. In augustus 2012 nog een operatie gehad met mijn lymfeklieren zijn verwijderd. Daarna kwam ik niet meer in aanmerking voor immunotherapie of wat dan ook. Dat was er gewoon nog niet. Ik kwam ook niet voor in aanmerking. En op dat moment, nu nog steeds, en inmiddels zit ik op 11 jaar, ben ik nog steeds schoon. Dat wil ik echt tegen iedereen zeggen. Je moet alert blijven. Je moet echt alles in de gaten houden. Dit geldt voor iedereen. Ik smeer me eigenlijk altijd in. En ja, je moet je gewoon niet verbranden. Dus ja, dat is wel mijn advies naar iedereen toe. Hou elk vlekje in de gaten.